We zijn op vakantie in Amerika en bij de Target kwam ik vandaag dit tegen van Poopsie Slime Surprise. Rainbow Surprise, als het goed is. Een Rainbow Surprise, ja, je ziet het nu in beeld. En wat is het? Het is een... Ja, het is een soort Poopsie Slime Surprise pop. Het is een pop en naar mijn weten is dit nieuw. Is dit in Nederland nog niet te koop? Wat is dit? Wat zeg je? Oh, ik dacht dat het los zat of zo. Ze vroeg zich af wat dit was. Nou, daar komen we zo meteen op. Op de achterkant staat dat het mode is, fashion, met slijm. Hier en ook. We moeten slijm gaan toevoegen aan de kleertjes van de pop. En in deze doos hebben we kans op een pop met roze haren. Pixie Rose. Of met Rainbow regenboogharen. Nou, maak maar open. Dat gaat er van af. Ik ben toch wel heel benieuwd. Dit ziet er in ieder geval mooi uit. Wat zeg je? Ik kan aan de zijkant zitten. Daar zie ik een... Ja. Want ik moet eerst een goed beginnetje hebben. Heb ik het? Ik denk het wel. Nou, we gaan door. Geen idee wat er gebeurt. Wat ik zie. Ik zie een zakje. Het zijn allemaal zakjes. Wow. Nou, we gaan nog verder. Oh yes. En nu is alles eraf. Wat is dit allemaal? 20 plus surprises. Dus ja, meer dan 20 verrassingen. Hier staat sokjes bij. Bottle. Een flesje. Jacket. Een jasje. Shoe. Schoenen. Volgens mij is dit dan je pop. Kan het kloppen met roze haar? Gaan we zo meteen bekijken. Oh nee, laat maar, want hier staat de regenboog. Een purse, dat is een. Volgens mij een tasje. Slime. En dan, oh, en dan komt hier het slijm. Ja, zo ga je slijm maken. Een kam. Ja. En alle slime shimmers. En allemaal mooie versiersel dingen voor het slijm. We gaan beginnen met het openmaken van het zakje met de sokjes. Het zijn... Regen? Nu weet ik al wie het is. Ja, en ik ben heel erg blij. En ben jij nu niet blij? Tuurlijk ben ik wel blij. En dan gaan we nu verder met het flesje. Een hele mooie roze fles. Dat is echt staat leuk. Allemaal regenboog bij de kerstjes. Kijken. Ik zag ook een unicorn, kan dat? Ja, nee. Wel, ja. Een unicorn met zijn mooie manen en bloemen erin. En inderdaad weer een regenboog. En we zitten nu in de badkamer, want hier was het beste licht. Ja. En op de achtergrond horen jullie misschien de airconditioning. We hebben geprobeerd om die uit te krijgen, maar dat lukt helaas niet. En hierin zit dan een jasje. Oh, ik heb jongens een nieuw jasje. Oh. Ik weet echt wat ik moet zeggen, want hij is doorzichtig. Ik wil net zeggen, ik herken hier nog geen jasje in. Alleen? Oh. Wat wil je zeggen? Alleen wat? Regenboog. Ja, regenboog. Dus dat belooft in ieder geval hier... wat voor de pop. En het jasje, dat moeten we gaan vullen. Zie je? Kan ook met... Als een soort ziplock bag. Ja, als een soort, hoe zeg je dat? Een zakje dat je af kan sluiten. Want dat jasje, dat moeten we gaan vullen en dus kleuren met slijm. Ja. Ik hoop dat jullie het zo beter kunnen zien. Het lijkt een beetje op een regenjasje. Ja. Met dat plastic. Maar dan een boord in regenboogkleurtjes. En ook bij de mouwtjes uiteindelijk ja. Regenboogkleurtjes. En ja, ik ben wel extra nieuwsgierig geworden naar het poppetje. Want dat poppetje moet dit jasje dus gaan passen straks. Is er nu nog meer? Oh ja, schoentjes. Ja. Oh, hele mooie schoentjes. Met doorzichtige hakken. En is het dan de bedoeling dat we die hakken ja, ook gaan vullen met slijm? Hoe verzinnen ze het? Een pop met kleren. Nee, ik zou, oh, en zullen we even een pop maken met slijm erin? Die ging een andere schoen. Die gevuld gaan worden met slijm. Het is een hele mooie kleur roze. Zeker. Kijk. Oh, die is super, super, super leuk. Hij is zo schattig. Wat schattig. Een lachend wolkje,
een regenwolkje. Maar die heeft wel een eenhoorn. Maar inderdaad, deze wel niet. Met een hoorn. En een hele mooie regenboog met groene kleuren die aan het uitlopen zijn. Kan die ook open? Lijkt hij wel op, of niet? Is het sier? Ja! Oh. Dat vind ik leuk! Misschien kan je hier ook nog slijm in bewaren. Nee, de beker past niet in. Wat hebben we nu nog? Even kijken. We hebben nog een kam. En we hebben nog slijm. En dan de versierseldingen voor het slijm. Nou, maak maar open. Een knalroze kam. Ik vind het meer een paars. Een knalpaarse kam. Maar voordat we op vakantie gingen, kreeg ik een mailtje of wij thuis waren voor een hele bijzondere bezorging van Poepsie. En toen zei ik, nee, we zijn op vakantie. Ik vraag me af of dat... Oh, je moest ja zeggen. Nee, want we zijn er niet. Ja, maar dan misschien... kan ik nog besteld worden. Ja, dan heb ik nog zo'n pop. Ja. Ik denk dat dan deze pop is, dat hij dan bezorgd zou worden. Maar ja, wij zijn nu in Amerika en ik kwam dus al tegen in de winkel. De Sparkles, wat is het? Dit zijn de Sparkles. Rainbow Surprise. En dan is dit... Rainbow Sparkle. Nee, hier zitten dan alle versiezen in. Nou ja, dat komt zo nee, dit moet... Weet je wat? Ik zou zeggen, haal een popje er maar bij. Ja. Wat een grote doos. Weet je hoe je hem open krijgt? Oh, daar nee. is ze. Heb ik hem stuk gemaakt? Daar was ze. Nee, dat kan niet. Okay, kijk nou. Even haar erbij pakken. Dan kunnen we haar beter laten zien. Mooi, hè? Zo leuk. Mijn dochter vindt haar geweldig. Ik laat haar nog heel even in de verpakking, want dan kan je zien wat er allemaal bij zit. Een gebruiksaanwijzing. Hoe we dan dat slijm moeten gaan maken, denk ik. Wat is dit? En een rainbow highlighter. Geen idee. Oh ja, maar dat is in video's. Dat kan je op jezelf doen. Dat kan je op je cheekbones doen. Op je cheekbones, op je jukbeenderen. Een soort... Glitter. Glitter, ja. Highlighter. En een lepeltje. En een beker. Onze pop is nu helemaal uitgepakt en ze heeft hele mooie ogen. Ook met paars erin en blauw. Zelfde kleuren paars en blauw als in haar haren. Haar haren voelen heel zacht. Ja. En je kan er ook volgens mij van alles mee doen. Kan je even draaien? Ja. Ze zijn echt prachtig die haren. Heel erg mooi. Kan het, en aan de zijkant is een beetje lastig, denk ik. Oh, wacht even. Jij bent al bij de arm. Ik wil even kijken bij de haartjes. Of ze mooi dik zijn, die haren. Dan kijk ik naar haar gezicht. Ja, kijk. Nou, dat kunnen we dan straks nog proberen. Of we vlechtjes kunnen maken of een staartje. En ze heeft een zwart truitje aan. En wat staat erop? Een unicorn. Een eenhoorn. Het is een buiktopje. Een buiktopje. En ze heeft... tatoeages. Oh, deze. Ik herken ze een beetje. Dat zijn die creatures, die critters, of hoe heet die dingen? Sparkle critters? Ja. Toch? Is het nou de bedoeling dat we eerst dat jasje gaan vullen met slijm? Nee, je doet hem aan. En... Nou, er zijn verschillende manieren, maar ik denk dat het leuk is om maar eerst zonder slijm aan te zien. Oké, doe maar. Rainbow Dream heeft een nieuw kapsel, zie ik. Ja. Staat super leuk. Het is echt haar waar je heel veel mee kan doen, hè? Ja, volgens mij... maar knotje was hem niet goed gelukt, want haar was iets te kort. Iets. Nou, ik denk wel dat het kan, maar dat het voor jou nu nog wat lastig is. Ja, een klein beetje. We gaan proberen om slijm te maken. Daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van bij Poepsie, want dat lukt niet altijd. Ik raad aan dat we deze keer 9 minuten laten staan. Dat raad je aan? Nou, dan neem ik dat advies van jou aan. En dan gaan we proberen om dat slijm, als het hopelijk lukt, in haar kleertjes te stoppen en in haar... schoenen. Ja. Je hebt de roze beker tot het lijntje gevuld. Echt een centimeter erover. Een centimeter? Nou, een heel klein beetje. Geen centimeter. Ik denk dat het wel goed is. En nog een keer 15 milliliter. Dat is dan bij elkaar. 30. En dan gaat er zo'n pakketje Rainbow Surprise bij. Ik heb hier rechts voor mijn nagelschaartje liggen. Oh, dat kan ook. Probeer het poeder maar wat je nu op je handjes hebt in de beker te doen ook. Zonder dat je de beker omgooit. En dan raad ik meteen aan voor onze kijker om dit open te knippen. Dan heb je minder kans dat het poeder
zeg maar overal komt. Ja, overal komt, behalve in de beker. Ik ga nu snel schudden, want we hadden net het poeder al bij het water gedaan. En anders krijgen we al ja, een soort van slijm. Heb je geteld? Nee. Ik denk niet 30 seconden. Denk je? 20. 21, 22. Ik denk dat dit een minuut is. En dan gaan we het nu 9 minuten laten staan. Tot zo. Er is net iets verkeerd gegaan. Ik heb per ongeluk in slow motion gefilmd. Dat was heel grappig om terug te kijken. Ja. Nou, wat hebben we gedaan? Beetje bij beetje magic eroverheen. Ik weet niet of die glitters er al in zaten of dat de magic dat heeft gedaan. Ik denk de magic. En we hebben nog niet al het poeder gebruikt, maar het slijm voelt echt heel goed aan. Ja. En wat gaat dit doen, die shimmer? Volgens mij gaat het lichter maken. Lichter. Of zo. Of gewoon, ik heb geen idee wat het ervoor deed. Het wordt er wel meer plakkerig van. Oh. Dus wat dat betreft... Gaan we ze niet meer bijen. Zou ik dat de volgende keer niet meer doen. Want hoeveel van die slijmzakjes heb je nu nog over? Die Rainbow Surprise? 1, 4. Nog 4? Nou, 3, maar 4 in totaal. Dus je kan 4 keer slijm maken. Dus je kan dit nu nog 3 keer doen. En die shimmer die maakt het een beetje plakkerig. Maar nu kan je dan dat andere erbij doen. Misschien wordt het dan weer minder plakkerig. Ja, als we de sparkle erbij doen. Oeh. Beetje uitgeschoten. Wauw. Moet je kijken. Wel heel erg mooi. Volgens mij heb ik iets te veel gedaan. Ja, ietsje te veel, maar dat geeft niet. Altijd ja, want weet je wat het is? We kunnen de shimmer bij doen om het minder stevig te maken. Maar kijk, je hebt nog 3 van die zakjes over. Dus het is gewoon zonde om alles dan in 1 keer te gebruiken. Want je wil dat natuurlijk ook nog voor je andere slijm gebruiken die jij gaat maken. Ja. Toch? Nou, er is een ander op tafel gevallen. Dan gaan we gewoon proberen om dat weer in het zakje terug te doen. Ja, en hoe voelt het? Een beetje plakkerig. Dus ik zou die shimmer zou ik de volgende keer niet meer doen. Dit is echt heel erg jammer. Kijk, hier is die gescheurd en we hebben niet eens heel hard getrokken. Maar doordat dit plastic is, zit het een beetje, ja, plakt het een beetje op de armpjes van de pop. En was het heel lastig om uit te trekken. Eenmaal aan is aan. Ja, dan zal je eerst slijm erin moeten doen. Ik kan dit natuurlijk nog wel proberen te lijmen. Ja, misschien lijmen, maar ook dan kan ik niet meer aan en uit doen. Nee, je of gaat misschien... niet lekker. Nou, misschien nog wel, maar goed. We gaan eerst maar verder. Plastic. Kan wel. Ik moet hem even met zijn deur helpen doen, want ik heb er ondertussen mee gespeeld. Maar ik vind het idee heel leuk, maar ik zei al. Want ook eenmaal slijm. Ik heb een tip voor de schoenen. Als het in de schoenen gaat, denk je misschien dat er te weinig in zit, maar daar zit er waarschijnlijk te veel in. Want als ze op de pop zitten, gaat het er misschien uit voor de schoenen. Oké. Okay. En weet je waar ik bang voor ben? Dat als je eenmaal dit slijm erin doet... Dat je het er niet meer uit krijgt. Nee. En dan moet je het een beetje spreaden. Oh, dit is wel grappig. Meer? Wat voor Lady Gaga, hè? Een slijmen. Oh, maar kijken. Dat is leuk. Het is inderdaad heel leuk. Leuker dan ik had verwacht. Ja, veel leuker dan ik had verwacht. Ik had ook verwacht dat het slijm zo hard zal zijn en dat we dit geen eens zouden krijgen. Ja. Kijk nou. Want ik wilde net zeggen, je kan ook alleen de glitters erin doen, maar dit is inderdaad veel leuker dan ik had gedacht. Nou, oké. Okay. Oké, okay, next. Nakomen. Next, volgende. Was maar een heel klein beetje nodig. Zo. En dan kan je dus met andere kleurtjes kan je een ander jasje maken. Ja, met meerdere slijm. Oeh. Want ik denk ook dat het andere kleuren zouden worden. Stel je voor dat dit in het echt zou bestaan voor jou. Oeh, dan zal ik hem kopen. Nou, deze dicht. Ja. Wauw. Leuk. Oké, dan wordt het tijd voor de rokje. Ga ik even kijken. Nou, jammer van dat mouwtje. Echt wel heel leuk. Oh, dat rokje. Kijk, dat is wel een heel groot stuk. Ik weet niet of we dat kunnen vullen met dit. Kan wel, maar dan gaan we gewoon niet alles... Moeten we ook nog wat hebben voor de schoenen? Ja. Of we moeten nog een keer nieuw slijm maken? Wacht, ik ga denk ik...
een paar stukjes afbreken voor de schoenen. Ja. Dit is lastig. Ja, maar dan moet je het in en dan moet je doordrukken naar de volgende kant. En dan kan je er altijd meer bij doen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dan moet je hem niet dicht maken en dan kan je... Oh, wat kan je dan? Dan kan je... Zo knijpen. En dan gaat het spreiden. En dan gaat het zich uitspreiden. Ja. Maar ik heb gewoon niet genoeg. Nee. Dit is het rest van het slijm dat je nog ongeveer kan gebruiken. Nou, dan denk ik toch dat we nieuw slijm moeten maken voor de schoentjes. We gaan nieuw slijm erbij maken. We hebben al 15 milliliter keer 2 is 30 milliliter water in de beker gedaan. Nu gaat deze Rainbow Surprise erbij. Ja, dat is een andere kleur. Ja? Ja, dat is wel leuk. Nou, doe het deksel maar op en dan weer een minuut schudden en dan 12 minuten laten staan. Terwijl het andere mengsel slijm aan het worden is, hebben wij alvast Rainbow Dream aangekleed. Ze ziet er super leuk uit en gelukkig zie je niets van die scheur. Zie je dat? Daar bij haar mouwtje. Dat heb ik er helemaal onder kunnen doen, dat plastic. En daar zie je nu niets meer van. Maar kijk eens naar dat rokje, lieve kijkers. Dit is echt super leuk. Ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn. Ik ook. Kijk, het is net alsof het zo hoort. Alsof het rokje, zeg maar deze kleur is. Dus als je blauw slijm hebt, dan maak je weer een heel ander kleur rokje. Dat spreekt natuurlijk voor zichzelf. Maar het lijkt me ook een hele leuke kleur, een blauw rokje. Ja, want je kan echt dan een heel ander kledingstuk maken. Je ziet die glitters heel goed, die maantjes in dit geval. En ik dacht dat je dan alleen maar, dat je dan hier en daar wat slijm zou zien zitten. Maar het slijm laat zich heel makkelijk verspreiden. En Ziploc bags en altijd ook erg dicht. Je bent te lang op vakantie in Amerika. Airdicht, dus luchtdicht bedoelt ze. Het slijm blijft goed bewaard. En het ziet er gewoon uit alsof het zo hoort. Echt heel erg leuk. En mengsel zit nu zo'n 15 minuten in deze beker. Dit voelt lekker. Dat is heerlijk. Misschien als je alles goed met elkaar mengt. En hij is blauw. Heel mooi blauw zelfs. Volgens mij heeft er geen magic nodig. Zullen we deze keer geen magic doen? Nee, hij heeft het helemaal niet nodig. Alleen sparkles. Andere sparkles. Hebben we nog meer? Dit is rainbow sparkle. Hebben we nog wat anders? Nee, dat is het enige wat we hebben. Maar we hebben nog een... Nee, dat is het enige zakje dat we hebben. Wat is dit dan? Oh, dat is... Om slijm te maken. Oh, highlight. Dat is voor mezelf. Ja, maar misschien kunnen we een beetje daardoorheen doen ook. Oeh. Toch? Daring. Of is dat... Daring. Make-up rainbow highlighter. Een heel klein beetje van dit erdoorheen. Oeh. Dat kan wel. En je mag dus ook dit voor jezelf gebruiken. Je verglint er zo op je mond. Even laten zien. Ja. En zo. En dan kan je dit zo doen. En dan heb je highlighter. Dus dit is, staat er ook op, make-up. En dan pakken we nog wat sparkeltjes. En daarom is het belangrijk dat je niet je hele zakje sparkels opmaakt. Dat is genoeg. Echt superleuk. Ik blijf het zeggen. Is het waard? Ja, dat is voor jou makkelijk gezegd. Papa's en mama's moeten het betalen. Of opa's, oma's, tantes. Terwijl mijn dochter verder kneedt, ga ik kijken of ik die schoenen uit elkaar kan halen. Ik denk dat dit er, precies, zo afgetrokken kan worden. En dan kan hier slijm in. En dan maken we dus blauwe hakken. Oeh. Heb je een beetje slijm voor mij? Oeh, nog maar een beetje dan. Nee, dan moet je gewoon doorschrijven. Gewoon doorschrijven. Ik kon het niet opmaken. Alsof we het dagelijks doen. Slijm in schoenen stoppen. Gewoon doorschuiven. Jongen, scheetje. Pardon. Doe nog een beetje in hoor. Hoe leuk is dit? Blauwe hakken gemaakt. Met glitter er doorheen. En maatjes.
En een blauwe plateauzool. Op de achtergrond horen jullie mijn dochter de andere schoen vullen. Het beste is om te beginnen met de hak. Dat is, ja, dat werkt volgens mij het beste. En dan klik je dit er gewoon weer op. Kijk je die andere schoen? Ja, hier, het gaat eruit. Nou, dat fixen we zo meteen wel. Want er zit er gewoon iets te veel in. Maar ik vind het, ja, ik vind het echt heel leuk verzonnen. Jullie horen het, ik word steeds enthousiaster. Maar ik had niet verwacht dat het gewoon zo goed zou werken. Het overgebleven slijm kan je in het schattige regenboogtasje bewaren. Ja, doe maar dicht. Goed dicht klikken in de hoop dat het dan luchtdicht is. En zo ziet onze pop Rainbow Dreamer nu uit. Blauwe hakken, een roze rokje en ook een jasje waar roze in zit. En die haren zijn ook heel erg leuk om mee te spelen. Je kan de haren goed vlechten. En het voelt echt, ja, voelt heel zacht aan. Helemaal niet als ja, hard plastic, maar heel zachte haar heeft ze. Tot zover deze lange video. We hopen dat jullie de video leuk vonden voor nu. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!